Oh, this is so cute. Misschien stel ik me heel erg aan. Maar ik weet niet. Ik wou het toch even delen. Want we gaan tattoos laten zetten. Gewoon even wat het fijn doet. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik zit in de auto. Ik ga Beer ophalen, want Beer gaat naar de trimsalon. Wordt hij weer lekker gewassen. Hij heeft al bijna geen haar meer, maar goed. De haar die hij heeft wordt even gewassen, dus dat is fijn. Ik hoop dat hij een beetje leuk vindt, want het verschilt. Soms zit hij te fucking leuk bij de trimsalon. En soms gaat hij me echt bijten omdat hij het zo kut vindt. Dus ik hoop het eerste. We will see. Ah, Beer, wat ben je knap. Ja, zeker. Oh, dat is een ratje. Jongens, kijk hoe schattig dit hondje is. Je hebt zoveel haar. Oh, dit is zo cute. Sorry Beer, ik vind jou ook heel leuk. Beer zit daar in de wasbak. Hey maat. Oh, kijk hoe klein dit hondje is. Deze is 2 maanden, toch? Nee, 4 maanden. Oh, 4 maanden. Oh, hij sprong. Hey. Oh, wil je ook op de vlog? Oh, dit is toch puppyhemel, jongens. Kijk. Lief, hè? Het is zo schattig. Hé. Hey. Wat doe jij? Hey. Wat doet deze hond? Oh, hij gaat poepen. Oh, zit hij lekker met Peter te spelen? Oh, klaar mee. Afgeleid. Timmy okay, Beer. Jongens, dit is Beer's alter ego. Maar Beer heeft dus kale plekken. Die hebben jullie vast niet gezien. En hij moet even beschermd worden voor de zon. Dus hij krijgt nu een heel schattig pakje aan. Maar dit vindt hij uiteraard niet leuk. Ik ben boven mijn vinger. Ja. Maar kan hij wel plassen dan? Ja. Volgens mij zit dat eronder. Ja. Het ziet er zo schattig. Het gaat nog best goed. Ja. Hij heeft gewoon een spijkerbroekje. Je hebt zo. Kijk, want hij kan nu gewoon plassen. Oh. Dus als je naar buiten gaat. Beer lijkt net als zijn eerste schooldag gaat hebben of zo. Het is zo knap. Kijk. Kijk wat lief. Oh. Kijk, die kan hij gewoon. Die hè? Lekker. Hij kan gewoon plassen. Kijk, maar niet poepen. Ja, ja, oh. Nou Beer, dit is je nieuwe pakkie. Helemaal leuk. Hij is echt zo'n tomboy. Ja, koffie. Goed, ik ben in de auto met Papi Chula van de buurt. Hey. En ik heb dus afgesproken met Amanda en Marietje. En die zouden eigenlijk naar Amsterdam komen, maar het kwam allemaal niet goed uit. Dus nu ga ik naar Nijmegen. Alleen, ik heb vannacht dus 1/2 uur geslapen. Dus ik was zo bang dat ik in slaap ging vallen in de auto. Maar dan vooral op de terugweg. Ik zei tegen Esseldien, hey Esseldien. Wil je me brengen? Nee, en zo die net vrienden die daar vlakbij wonen. Dus ik dacht, win-win situatie. Goed, Beer's in de bek. En Beer nog steeds een pakje aan. Waar ben je? Ja, ben je schattig! Zit hij in mijn trui? Ah, nee, hij zit op mijn jas en op een kleedje. Dus, zien jullie in 2 uur. Dit is echt de kutste planning ever, maar goed. Oké, ik ben in Nijmegen met Amanda en Marietje. Wat een wereldreis, maar ik ben er. En we hebben eten besteld. Heerlijk. Wat een schattig klein eitje. En Beer is er. En Beer is dus zo'n hond die niet lekker stil blijft zitten. Maar gewoon zich helemaal in gaat werken om stoelen heen. We have dessert, because there's always Snickers. Place for dessert. My English is very good. Yay. Beer! Jij hebt ook dessert. En Beer eet dus alleen als ik het voer. Verwende hond. En Zodine zegt boyfriend material. Hij is eerst voor mij gaan tanken omdat ik niet naar buiten wou. En nu gaat hij mijn ruit schoonmaken. Wat chill. Ja, heel goor. Een heel leger aan vogels heeft erop gevoed. Ik wist niet eens dat dat kon hier. Ja, ik betaal wel weer hoor. Moet je hiervoor betalen? Nee toch? Ah.
You're so cute. Hier zit een beetje vogelpoep. Ja? Hier zit een beetje vogelpoep. Ja, maar kijk maar. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag en ik heb net gesport bij Leslie. Ging eigenlijk wel heel goed en nu ben ik thuis. Mijn haar zit een beetje wild, want ik heb dus de hele tijd een staart in gehad. Ik moet het sowieso straks even gaan wassen. En ik heb boodschappen gedaan, want ik ga vanaf vandaag beginnen aan mijn voedingsschema die ik heb gekregen van Mark. Ik ga heel gezond eten, ik ga vooral heel veel eten. En ik ga nu even mijn lunch bereiden en even laten zien wat ik heb gekocht. Dit zijn volgens mij echt de typische ik wil een fit girl worden dingen. Roerbakgroenten, dit is die Hollandse en dit is Italiaanse. Kipfilet, heel veel kwark, nog meer vernieuwde kwark. Bananen. Cashewnoten, die schijnen dus goed te zijn als snack. Kipfilet uiteraard. Kiwis. En ik neem dus altijd de kiwi gold. Die vind ik 100 keer lekkerder dan de groene kiwi. Dit is een beetje geelachtig. En echt, misschien dat ik er straks in ga eten. Ik heb er zoveel zin in nu. Wat heb ik nog meer? Eieren uiteraard. Champignons. Volkoren crackers. En bevroren fruit. Dus ja. Dit gaat een beetje worden. En ik ga nu mijn lunch bereiden. Oké, dit is mijn lunch. 4 volkoren crackers, 2 eieren, 4 plak kipfilet en wat spinazie. Normaal eet ik niet zoveel, maar ik ga het gewoon doen. Ik ga verstand op nul en dit is gewoon goed voor me. Let's go. Nou, dinner is ready. En dit is dus rijst met kip en die Hollandse roerbakgroenten. Bon appetit. Omelet bij Victoria. Hoi, met water. Ah, ben je ook? Beer is nog steeds zo schattig met het pakkie. Victoria. Goed. Ik lig lekker op de bank. Ready. Met Beer. En Beer is kaal. Nee, ik bedoel, Beer is naakt. Ik heb net echt met alle moeite dit pakkie van hem uitgetrokken. Want dat pakje heeft hij dus ter bescherming van de zon. Maar 's nachts kan hij dus uit. En 's ochtends heb ik dus speciale crème voor zijn kale plekken. Fik en ik gaan Love Island kijken. En vandaag komt Casa Amor. En dat is zo leuk. Dat hebben ze natuurlijk ook altijd in de UK versie. En ik had eigenlijk wel gewild dat ze dat bij ons ook hadden. Ik was heel benieuwd hoe iedereen en ik zelf daar ook op zou gaan reageren. Dus ik ben echt benieuwd wie er nu weer inkomen als Islanders. En hoe ze gaan zijn. En wie dan misschien toch gaat koppelen met iemand anders. En wij denken dus... Matthäus. Nou, Matthäus denk ik niet. Oh, Mert. Ook. Wie dan nog meer? Ja, Mert durft dit. Juliano niet. Sowieso niet. Juliano is echt helemaal in love. Maar ik denk Mert ook niet. Want Mert wil gewoon heel graag gewoon in het programma ook blijven, denk ik. Ja, Mert weet natuurlijk dat Joan favoriet is. Dat ook. En ze zijn gewoon al steady. Ze hebben al afgesproken in de vorige aflevering. Er komt niks tussen ons in. Ja, maar dat zeg je altijd. Maar dat zeg je toch niet omdat je een spelletje meedoet. Maar gewoon, het zegt toch pas als je eigenlijk bij elkaar komt. Ja, is zo. Ik weet niet, maar goed, volgens mij is Fabienne iemand die in de villa of in de Casa Amor komt. Oh. Dus dat is natuurlijk zo grappig. Ja, maar ik hoop dus, ik denk ook wel dat Matthäus echt wel loyal blijft naar Rafaela. Ik denk het ook wel, maar ik denk wel dat hij het moeilijk gaat krijgen. Nee, dat denk ik dus echt niet. Ik denk dat hij sowieso heeft van, oh, ik wil echt naar Rafi weer. Dat denk ik echt. Ja, of hij heeft zich nu, toen zij weg was, de komende dagen gerealiseerd van, oh nee, Rafaela is echt goed voor mij. En Fabienne was gewoon lust. Oké, nou snel kijken, want ik ben zo benieuwd. Goedemorgen, het is 9 uur en ik ben ready om te gaan sporten. Ik heb voor het eerst mijn wekker om 7:15 gezet, zodat ik lekker vandaag tijd heb voor de rest van mijn dag. Ik wil lekker op tijd gaan sporten en daarna gewoon mijn ding doen. Dus ja, wish me luck. Ik ga vanaf vandaag beginnen met de booty guide die ik heb gekregen van Danielle. En Danielle volg ik al een tijdje op Instagram, omdat ik haar gewoon echt een heel mooi lichaam vind te hebben. Dus ik ga daarmee beginnen. Let you know hoe het ging. Deze guide duurt 8 weken. Dus ja, wel heel fijn om dan toch een soort van richtlijn te hebben. Of dat je weet wat je moet doen in de sportschool. Want soms heb ik echt geen inspiratie. So, ja, wish me luck. Goed, ik heb gesport. Ging goed eigenlijk. Het was wel een zware workout. Maar dat is alleen maar goed. Want aangezien ik nu ook ineens superveel moet eten. Vind ik het dan wel fijn om ook wat zwaarder te trainen. Want anders heb ik echt het gevoel dat ik alleen maar aankom. Dit is nu dag 2 van mijn voedingsschema. Ik kan nog eigenlijk niet echt conclusies trekken. Maar ik merk dat ik er mentaal wel heel erg moeilijk mee heb om het allemaal te eten. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar aan ga komen. Terwijl dat juist niet is wat ik wil. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik door wat ik nu eet juist strakker en
ja, dunner wil ik niet zeggen, want ik ben niet dik, maar ik wil wel gewoon strakker worden en ja, misschien wel iets dunner. Ja, nou ja, misschien wel dus dan. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen, het zit mentaal gewoon nog even niet goed. En ik moet echt gewoon verstand op nul zetten, want ik heb zo vaak een voedingsschema gekregen en er dan niet aan gehouden en ik ben nog steeds niet waar ik wil zijn. Dus ik ga het gewoon nu echt doen. Ik heb tegen mezelf gezegd, ik moet me eraan houden. Ook al voelt het niet goed, doe het gewoon. Je bent super eigenwijs. Ik ben geen personal trainer en degene die het maakt wel. Dus fuck dat. Dus ik rijd nu naar Rotterdam. En ik heb heel schattig een broodtrommeltje mee met 4 crackers, 2 eieren, kipfilet. Dus het komt helemaal goed. Ik wil jullie trouwens nog heel erg bedanken op alle reacties op mijn laatste vlog. In mijn vlog is te zien dat ik af en toe een beetje down ben. Omdat ik... ja, niet zo goed alleen kan zijn en niet zo goed thuis kan zitten en niet zo goed niks kan doen. Sommige mensen die kunnen denken, oh wat oppervlakkig en meid, daar maak je je druk om. Maar ik denk dat het mentaal gewoon bij mij niet helemaal goed zit. En ik heb heel veel lieve DM's gekregen van meiden die dat ook hebben. Of die dat zoiets hebben van, ik had het vroeger en het komt wel goed. Of meiden die juist zeggen van, schat, DM me als je niks te doen hebt. Ik heb vaak ook niks te doen, dus dat vind ik zo lief en zo leuk om te horen. En het helpt zeker om te horen dat... veel meiden last van hebben en ik moet me af en toe misschien ook niet zo aanstellen. Maar ik heb er wel echt wat aan gehad, dus dank je wel daarvoor. Ja. Ja? Maar hoe en wat ga je wat? Loop je dan tegen de tafel? Ik ook wel, ja. Oh, met mijn pols. Nee, ik ga maar eerst. Maar je moet wel goed vallen. Ja. Moet ik echt vallen? Ja, wel een beetje echt. Ja, niet helemaal, maar... wel op je bak staan. Mijn camera valt bijna uit. Laat gewoon de telefoon vallen. Oké, ja. Nou, ik ben weer back in het kantoorie van Timo. En Timo is druk aan het editen voor mijn video en ik chill. Nee, grapje. Wat een positiviteit. Wil je ook wat zeggen, Leroy? Ik moet wel dat je me blurt. Nou ja, door dit licht hier ben je sowieso een beetje wazig. Jij krijgt een zwart balkje, meneer. Ja. Mooi. Goed, net hebben ze me een gek dansje voorgedaan. Dat zien jullie allemaal hiervoor. Om de confrontatie aan. Oh, dat was even mijn stem die je hoort. Ik heb echt een mooie stem. Wil je me boeken als voice-over, dan kan dat. Stuur me even een berichtje. Goed. Ik heb verder niks te melden. Nou, is enthousiast. Ja, wat moet ik zeggen dan? Gewoon hoe gaan staan, dat helpt ook. Je heel erg gezond bezig. Yo, dames en heren, nou ben ik hier. Oh, ja, jullie kijken te veel naar die vlogs van Gio, zo ben ik niet. Oh. Ja, dat was echt... Jij bent gewoon fanboy van ik hem. Ik ben fanboy van hem. Zie je? Oké, nou, dat ben ik dus niet. Wil jij even wat zeggen dan, met je enthousiasme? Nee, ik kan helemaal niet anders. Wil jij iets hebben zeggen? Yo, mensen, welkom bij deze nieuwe video. Wil jij weer iets kwijt? Zo ben ik echt niet. Ja. Jongens, vinden jullie mij niet enthousiast in deze vlogs? Nee. Dan moeten jullie even reageren. Ik heb niet tegen jullie. Oh. Dan moeten jullie even reageren. Misschien ben ik inderdaad niet zo enthousiast. Inderdaad, als ik kijk naar Gio, is hij echt aan het schreeuwen tegen zijn camera. Dat doe ik dan maar niet. Zie ik nog wel zitten. Oh, jij kijkt ook gewoon naar Gio. Het vloggen. Ja, ik vind Gio's vlog best wel grappig. Ik ben ook gewoon een fangirl. Maar ik heb nooit gehaat op hem, en jullie wel. Ik? Nee. Oké, nou, ik ga er weg. Dit slaat nergens op. Kunnen we straks wieën? Ja, laten we gaan wieën. Ja, nee, eerst dit afmaken. Ja, dit is bijna. Gaan we wieën. Okay. Kunnen we met z'n vieren wieën? Ja, zeker. Oh my god, dit wordt leuk. Okay. Ga maar een karten. Nee, wieën. Ja. Ik wou gewoon tennis of zo. Nee, dat is echt... Ik wil boksen met Leroy. Ik heb al een spierpijn. Ik kom zo weer terug. Oké, bye. Te maken, zeg maar. Goed. Oh. Zoals je ziet schelden veel jongeren met het woord kanker. Ondanks ze zeiden dat Ashley's verhaal haar niet stopt met schelden, waarom is het zwart? Zag ik toch dat het iets met hen deed. Oh en dat ja, dat is wat okay. Ik wil bereiken. Ik weet dat ze hierdoor niet gelijk stoppen met schelden. After movie. Jouw les helemaal vies. Zo. Dat is letterlijk alles. Ja, kom. Ik ben weer terug uit Rotterdam en ik heb gekookt. Ik ben nog steeds bezig met mijn voedingsschema. Dit is dag 2 en ik eet weer hetzelfde. Ja, ik had het toch nog thuis en ik heb geen tijd gehad om boodschappen te doen. En op zich is het best wel lekker, gewoon rijst met groenten. Dus ja, dat ga ik even eten en dan ga ik naar Esseldien. Because we're gonna chill, because I'm bored.
Oké, ik weet niet waarom, maar ik heb echt gewoon zoveel jankaanval de laatste tijd. En ja, ik wil het wel gewoon vloggen, omdat ik wel gewoon realistisch wil zijn. Net als wat ik vorige keer dus in mijn vlog zei. Dat het gewoon niet altijd goed gaat. En het kutte is gewoon dat ik niet mijn vinger erop kan leggen wat het is. En gewoon me gewoon heel down voel de laatste tijd. En het is gewoon heel frustrerend dat je niet weet waardoor het komt. Omdat je dan ook niet weet hoe je het op moet lossen. Dus ja, ik struggle hier gewoon een beetje mee. En ik weet niet of meer mensen dat hebben. Als je het kent, let me know. Want ik word er helemaal gek van. En misschien stel ik me heel erg aan. Maar ik weet niet. Ik wou het toch even delen. En het liefst wil ik nu gewoon slapen of zo. I don't know. Ik weet niet. Ik heb gewoon echt nergens zin in. Maar ik heb nu met Esseldien afgesproken. En ik hoop dat dat gewoon een beetje afleiding geeft. Ik ben bij Esseldien en hij zet serieus een kampvuur op. Why? Waar is Esseldien? Oh ja, je herkent hem niet. Hij heeft een voetbaloutfit aan. Ja, ik heb echt spieren in deze t-shirt. Hé, hey, we kunnen nu het kampvuurlied zingen. Oh, ja. Hoe gaat het ook weer? Zitten rond het kampvuur en zingen het kampvuurlied. K-A-M-P-V-U-U-R-L-I-E-D lied. En wie denkt dat we niet sneller kunnen, die is die de wiet. Want ik denk dat je meegaat of niet. Het K-A-M-P-V-U-R-L-I-E-D. Oké, doei. Oké, ik kom bij Esseldien en er kwam net echt een keiharde knal. Zie je rook? Wat is dit? Wat is net gebeurd, ouwe? Ja, maar de stering, hey, iedereen kijkt ook uit het raam. Oh, ik vind het echt niet fijn. Ik word hier echt altijd een beetje naar van. Maar hier fietsen ook allemaal mensen. Bam! Oh mijn god, beter door je het raam dicht. Ik vind het echt heel eng. Ja, ik durf niet naar huis nu hoor. Lekker voor slapen. Ja, maar kijk, het gaat ook keihard regenen. Dat was sowieso een vuurwerk. Ik moet nu wel naar huis. Ik vind het echt eng hoor. Straks is iemand aan het schieten. Nee, dat is niet goed. Goedemorgen, het is vandaag donderdagochtend en ik eet een kiwi zoals elke morgen. Ik eet een kiwi gold en ik vind die zo lekker. Ik eet het even voordat ik ga sporten. Ik wil nooit te veel eten, want dan word ik altijd zo misselijk. Maar ik wil wel iets eten en kiwis zijn dus echt gezond. Ik voel me al iets beter dan gisteravond hoor. Sorry, misschien was het een beetje overdreven. Ik weet niet. Ik voel me gewoon even rot en ik hoop gewoon dat het vandaag weg blijft. Want ik heb elke keer dat ik me goed voel en dan weer kut en dan weer goed en dan weer kut. En dan denk ik van ja... Kies een emotie. Maar goed, ik ga lekker sporten. Ik heb al spierpijn van gisteren, maar wel een goed teken. En dan ga ik gezellig lunchen. Er is heel veel zin in. En ik ga weer die booty guy doen. Gisteren was hij mild en vandaag is dan de... Oh, hij lekt. Vandaag is dan de heftige. Dus ik hoop dat ik niet te veel last heb van mijn spierpijn. Maar we gaan. Ik hoop dat jullie trots op me zijn, want het is 9 uur 's ochtends. En normaal lig ik echt tot 11 uur in mijn bed en ga ik sporten. Maar ik wil gewoon echt ritme. Ik was gisteren ook om 12 uur zo kapot. Dus ik merk gewoon dat ik nu echt ritme krijg. Gewoon 12 tot 9 slaap ik 9 uur. Dat is fucking lang. En dan ben ik een beetje op tijd in bed. Want ik merk echt dat ik lui word als ik pas om 10:30, 11 uur in mijn bed uitkom. Rustig aan naar de sportschool gaan. Weet je, dan begint mijn dag pas om 2 of zo. Dus ja, ik ben wel blij nu. Oké, ik ben klaar met sporten en ik heb nu mijn ontbijtje gemaakt. En dat is, het ziet er echt heel goor uit. Kwark met eiwitpoeder erdoor, een half banaan en chiazaad. En ik heb een beetje iets minder genomen van wat ik normaal moet eten. Omdat ik dus al om 1 uur ga lunchen. En dat is letterlijk over 1,5 uur. Oké, jongens, dit is mijn lunch. Heel healthy. Het is een wrap met falafel erin. En ik ben heel benieuwd. En wij zijn lekker aan het lunchen. Ik ben weer thuis. Ik heb even gezellig geluncht. Dat was met Fik en 2 meiden die wij zondag hebben leren kennen toen we gingen varen. Dus heel gezellig, want dan ken je toch wat meer mensen in Amsterdam. Dus dat is altijd leuk. Het was een heel gezond restaurant, maar dat past goed in mijn voedingsschema. Nu ben ik lekker thuis. Fik is er nog. Ik moest even naar Utrecht. Ik had daar een meeting met een sportmerk voor een nieuwe campagne. Dus even kijken of dat allemaal doorgaat en leuk is. Maar het was in ieder geval een goede meeting. En Vic komt eraan als het goed is. En dan we're gonna cook. En watch Love Island, I think. Ja, het wordt een standaard donderdagavondje. Het is inmiddels 8 uur 's avonds. En ik heb besloten dat ik onder de zonnebank ga. Ik ga nooit onder de zonnebank. Echt nooit. Want ik ben best wel wit. En als ik onder de zonnebank ga, zie ik bijna geen verschil. Omdat ik dus ook vooral geen pigment heb in mijn gezicht. Waar ik echt van baal. Maar ik dacht, misschien moet ik het soort van ophouden.
Ja, ik weet het niet. Want ik vind echt, eigenlijk ben ik tegen de zonnebank, omdat het zo slecht voor je is. Maar misschien omdat ik nu nog wel een beetje de Ibiza tan heb, dat ik dacht als ik één keer ga, dat het wel weer even goed komt. I don't know. Ik ga testen. Als ik weer niet bruin word, ga ik gewoon niet meer. Want dan is het alleen maar, ja, verzieking van mijn huid. Nou, jullie kunnen zelf wel zien of de zonnebank een goed idee was. Ik ben echt rood. Maar vandaag tomaatje, morgen chocolaatje. Al geldt die regel nooit bij mij. Maar ik gooi hem wel altijd, dus wie weet. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb net gesport. En nu ben ik ready samen met Victoria. Eeuw, waar is Victoria? En we gaan iets heel spannends doen. Waarschijnlijk staat het al in de titel van de vlog, maar goed. Ik ga nog niet zeggen wat we gaan doen en je gaat het straks allemaal zien. Spanning, ik ga het sowieso ook. Ja, nou, ik wil gewoon spanning opbouwen. Ja. Oh, mijn nagel is gisteren gebroken. Nu heb ik een pleister. Goed, Vic en ik zijn in Zaandam, want we gaan tattoos laten zetten. En Vic gaat eerst en ja. Ze heeft nu al een soort, ja, hoe noem je dat? Voorbeeldje laten zien. Ja, maar het wordt anders, want ik wil hem toch gewoon normaal. Ja, maar het wordt dan niet scherp. Er staat dus 1998 met een beetje een glitch effect. Ja, maar ze wil hem toch anders. Oké, Vic ligt nu voor de tweede tattoo. De eerste staat erop. Als jullie willen zien wat het is, kijk Victor vlog. Jee. Die pas volgende week online komt. Woensdag. Oh nee, dat is over 2 dagen al. Is het vet? Nice. Ja, heel vet. Heel klein. Ik hou er wel van. Gewoon subtiel. Team subtiel. Team subtiel. Maar het doet geen pijn. Beter. Nou, ligt ze dan hoor. De tattoo queen. Tattoo net, girl. Net zei ze tegen mij. Ze zegt de hele tijd tegen mij. Oh, ik baal dat ik mijn eigen tatoeages niet kan zien. En nu kijkt ze in de spiegel en zegt ze. Oh mijn god, ik begin echt een tattoo girl te worden. Je ziet hem gewoon. Ja, kijk, deze gaan we eerst laten zitten. Nou, ik niet, maar. Okay. Ja. En deze daarna. Koppel. En waar zit nou die tatoeage met mijn naam erop dan? Ja, die ga ik op de onderkant van mijn voet zetten. Oh ja. Dat is wel heel vet trouwens. Ik wil er echt heel graag nog een keertje een smiley. Oh ja. Op de grote steen. Dat gaat weg, denk ik dan. Ja, denk ik wel. Mm-hmm. Maar het is wel leuk. Gewoon omdat het pijn doet, maar... Ja, dan moet je er doorheen zetten. Ja, nee, tattoo girl. Tattoo girls. Tattoo girls zijn stoer. Ja. Waar gaan we? Woehoe. Nee, ze ik eerst te kutten. Nee, zo doen, dat voel je niet. Ja, vast. Ja? Oh. Denk en? Aan lekker werken straks. Nou ja, het is niet per se super pijnlijk, maar ik voel het wel. Er zijn betere dingen. Zeg maar, die andere twee die ik heb, die waren wel anders. Maar het gaat wel. Oké. Okay. Ik wil het gaan. Nou, fijn. Nou ja, toch fijn, ja. Ja. Oh, heel mooi wordt deze. Echt mooi. Gaat ie? Ja. Ja? Ja. Ik voel het wel, maar het is niet... Het is niet. Dat ik hier nooit meer dat te gaan zeggen. Ik zou zo benieuwd zijn hoe jij het lezen vindt. Oh. Ja. Ga een keer mee. Nou, hopelijk nooit de bedoeling. Ja. Kijk, en dit wordt hem. Sorry. Ja? Nee, dat mag toch. En dit is die op de ribben. Ik ben weer thuis en I'm a happy girl because I have my tattoo. En dit is de eerste tattoo, ik heb er nu dus 4, die ik dus zelf ook een beetje zie. Want ik heb verder deze, girl power, die zie ik zelf niet. Ik heb er één op mijn voet, een palmboompje, ooit in Curaçao laten zetten, maar die zie ik dus eigenlijk ook nooit. En ik heb er nu dan één op mijn ribben, maar ja, die zie ik dus ook niet echt. Maar deze kan ik dus wel naar kijken, dus dat vind ik heel erg leuk. Ik voel me nu echt een soort tattoo girl. Ik heb dus ook Fate op mijn ribben, maar die is ingepakt. Maar ik zal even kijken of je het ziet. Ja, die laat ik later nog wel even zien, maar die mag ik dus pas over een paar uurtjes uitpakken. En nu ben ik thuis en ik ben heel benieuwd wat mijn moeder en mijn zus en andere mensen ervan vinden. Dus ik ga hun even facetimen. En dan, hoop ik dat ze me niet gaan vermoorden. Hallo, het is zaterdagavond en ik heb eigenlijk de hele dag niet gevlogd, want ik heb echt niks boeiends gedaan.
beetje gesport, een beetje klaargemaakt. En nu gaan Vic en ik sushi eten. Yay! En daarna hebben we een surprise party van Mark, waar we toen mee in Ibiza waren. Dus superleuk. Yay! Die zalm met kaas, die is zo lekker. Stof. We hebben hier anderhalf uur op moeten wachten. En we drinken bier. Vic heeft bier gehaald. Mijn favoriete bier, het is zo lekker. Heet het La Trappe of is dat gewoon het glas? Nee, het is het glas. Het is kasteelbier. Oh, wacht, hij staat hier. Dit is dus Victor favoriete bier. En ik drink eigenlijk geen bier, maar ik ga het proberen. Ik ook niet. Oké, nou, ik heb een surprise party voor Mark. Mark, hoe heeft het gevoel? Ja! Een surprise party voor Mark. Heb je het leuk? Ja, sowieso. Mooi. Jij ook? Ja. En ik ken Mark van die pizza. We hebben hem eerder gezien in het bos. En Janico. Hij is hier met die mooie pet, met die mooie hoed op. Mooie pet. Oké, Vic en ik lopen door de regen. We zijn zo beschermd. Dat is ook krap ook. Helemaal maar ik zie mijn hoofd niet heen. Heb ik al oog? Ik moet hem ook even wachten. We staan ook in de regen. Kijk, zo worden we niet nat. Alsof we op skivakantie zijn. Oké, doei. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben ready om naar de sportschool te gaan. Ik heb knallende koppijn, maar goed. 'S avonds een vent, 's ochtends een vent. Dus ik heb wel gewoon besloten om te gaan. En daar moet ik werken. Dus allemaal niet zo boeiend. Bij deze ga ik daar ook de vlog afsluiten. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video. Doei doei!